welkom op de Dag van de Bouw. Variërend van bouwprojecten in Rotterdam, Utrecht, tot en met infrastructuurwerken in Zeeland en hier in Noord-Holland en Friesland. We willen laten zien dat we trots zijn op ons werk, maar ook wat we kunnen. Ik ben vooral heel blij dat die weer kan. Hè. We hebben natuurlijk 2 coronajaren gehad dat dit allemaal niet op deze manier komt. Als je met je auto erbij rijdt, dan valt het niet zo op dat het zo groot is allemaal. Maar als je er even in de ring kan staan en je kan kijken hoe groot het eigenlijk is, dat is wel echt indrukwekkend. Maar vandaag hebben we alles zo geconditioneerd dat mensen gewoon echt de tunnels kunnen zien, echt ons werk kunnen zien. Dat kinderen ook in onze begraafmachines kunnen klauteren op een veilige manier en foto's kunnen maken. Dus je kan mensen heel kort bij je werk brengen. En dat is ook des te nodiger, omdat we de komende jaren zoveel extra handen nodig hebben in de bouw. Heel veel bruggen, viaducten, die komen aan het eind van hun levenstermijn. Dan hebben we het echt over duizenden bruggen in dit land. Dus ik hoop vandaag dat er ontzettend veel, met name jongeren, naar al die projecten in het hele land komen kijken. En alsjeblieft, denk aan die bouw. Want er is nog zoveel te doen in Nederland de komende 20 jaar. Ik was wel echt verbaasd dat het, wat er allemaal gebeurt achter zo'n project. Als jij mensen naar de bouw kunt krijgen om dat proces te tonen en ons daar iets over te laten ervaren, dat vind ik heel veel meerwaarde.